Dit is een hele indrukwekkende foto. Ja, waarom niet? Jongen, jongen. Dat zijn je ouders, neem ik aan. Ja, dat zijn mijn ouders. En die zijn getrouwd in Volendams. Mm-hmm. En ik heb ze als kind nooit in die klederdracht zien lopen. Nooit? Nee. Was je vader ook visser? Mijn vader was geen visser. Die was hoofdopzichter in een fabriek die kussens maakte voor auto's. Mm. Nee, dat is iets anders. Dat is heel wat anders. Ja. Mm. En hij was een begenadigd zanger. Je vader was een zanger? Ja. Ik heb het volledig helemaal met de paplepel ingekregen, denk ik. Hij heeft in Amsterdam vaak in hotels gezongen. Samen met de beroemde accordeonist Johnny Meijer. En wat zong hij dan? Franse liedjes. Franse liedjes? Ja. Hij heeft zo'n liedje van... Chante, 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 la nuit. Dat soort dingetjes met een heel zoet gevoiced. Mm. Dat zong hij dan. En ik vond het als kind vond ik het vreselijk. Want dat was helemaal mijn muziek niet. Ik hield natuurlijk van de beginnende pop, zeg maar. En dit was heel zoet gevoiced. Dat zag ik niet zo zitten. En later ben ik dat toch gaan waarderen. Want in 1976 maakten wij Mon Amour. En eigenlijk was dat... Zit die genre heel dicht daarbij. Hè. Hoe was dat ook weer, Mon Amour? Mon amour, tu es ma rose qui ne va jamais passer. Nou, iedereen kent het wel, hè. Ja. Zat het er al vroeg in dat jij ook later zanger zou worden? Ik was wel iemand die altijd zong. Mm. En ook met mijn broer in de douche, met een lekkere galm, deden we de Every Brothers. Mm. Dat soort dingen meer. Was je een vrolijke jongen vroeger? Ja, eigenlijk wel, ja. Mm. Eigenlijk nog wel. Dus dat is niet veel veranderd. Ja, ik ben ongecompliceerd eigenlijk. Dus, ik sta hier ook weer lachend op. Dus. En als je verdrietig bent, hou je dat dan voor jezelf of kun je dat ook delen met anderen? Ik denk dat ik geleerd heb om dat nu ook te delen. Maar in het begin was ik wel wat dat betreft een beetje binnenvetter die dat dan zelf voor mezelf hield. En probeerde dat zelf over na te denken. Had dat ook te maken met de opvoeding? Van de jongens moeten een beetje flink zijn? Zeker in Volendam? Ja, dat is zeker, ja. Hmm? Volendam is vrij cool. In de omgang en in de... Op alles op afstand een beetje. Ja? Ze zijn geen warme mensen, Volendammers. Nee. Maar ook als het gaat om familie? Naar ouders toe? Zelfs naar familie toe, zelfs, ja. Ja. Nou, dat vind ik een tekortkoming, moet ik eerlijk zeggen. Hmm. Als je moeder nou ziek is, dan... Dan sta je aan het voeteinde van het bed zo. En dan zeg je, nou, hoe gaat het maar? Alles goed? Nou, dan krijg je het verhaal. En je bent er wel bij betrokken. Je vindt het vreselijk als er wat gaat mankeren, wat ook. Ja. Maar niet aanraken en... Nee, dat, zo ben ik gewoon niet opgevoed. Mm. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Wat doe je dat wel met jouw kinderen? Ik doe dat wel met mijn kinderen. En met de kleinkinderen? Nou, is het niet zo dat ik de hele dag loop te knuffelen, maar... Nee. Met mijn kleinkinderen, ja, die kan ik wel opvreten. Mm. Dat vind ik echt, dat is toch, vind ik op een gegeven moment, is dat het mooiste wat in je leven komt. Hoe komt dat, denk je? Het wordt je altijd gezegd, let straks maar op, als je opa bent, dan ga je dingen meemaken. Tenminste, dat hoor ik steeds om me heen. En dan gaat het gebeuren. Mm. Dus dat is, daar geniet je van. Ja. Maar daar ben je dus wel warm mee. Heel warm mee, ja. Heerlijke tonijn. Heerlijke. Jij schrijft in het Frans, je zingt in het Frans, je zingt in het Nederlands. Welke taal zou je ook nog willen zingen? Nou, ik zou het prachtig vinden om Italiaans te zingen. Italiaans. Hm. Maar dat, daar moet je ook wat van de taal leren, vind ik. En je spreekt tot het wel goed overkomt. Hm. De dame naast mij, die is vlot van de tongriem gesneden. Ja, maar niet in het Italiaans, of wel? Nou, ja, ik kan twee zinnen. Wil je het horen? Ja. Oké. Okay. Ho ricevuto una lettera in francese, ma la comprender tutta. Ma Roma non fu fate un giorno. Dat klinkt dat goed. Leuk, ja. Hè? Ja. Maar het betekent ook nog iets. Ja, dat of... ik vandaag een brief in het Frans heb gekregen, maar ik begrijp hem niet helemaal. Maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. Het slaat in... nergens op zo'n zin. Dan kun je toch... Nee, maar het klinkt zo leuk. Ja, het klinkt fantastisch. Het klinkt fantastisch. En de meesten verstaan het toch niet. In die taal zou ik graag willen zingen, zoals het ook bij jou eruit rolt. Ja. Kun je ook mooi boos worden in het Italiaans. Die vrouwen schreeuwen ook zo lekker. Maar ze gooien ook alles eruit. Ik denk dat dat heel gezond is, heel goed. Hm. Heb jij een korte lont? Ik bedoel, de mentaliteit om pats. Absoluut.
Wat dat betreft zou ik Italiaan kunnen zijn. Ja? Ja. Doe je dat ook in het verkeer? Nee, ik ben in het verkeer wat rustiger geworden. En hoe denk jij dat Frederik rijdt? Ze zegt dat ze ook een korte lont heeft. Dus ik denk dat die wel toch wel een behoorlijk pittige tand is op de weg. Mm-hmm. Zit ik mis? Nee, dat klopt. Ja? Ik kan wel geïrriteerd raken als ik op de weg zit. Je bent er ook in één keer geslaagd voor je rijbewijs. Ja, not. Nee, dat, daar heb ik de vierde keer ben ik geslaagd. Hoor je het? Derde keer. Nee, de vierde keer. Ik heb de... Oh, jij de derde keer. Vierde keer. Volgens mij de tweede keer dat ik afreed. Mijn rijinstructeur die zat achterin. Ik zat natuurlijk voor, want ik reed. En die examinator. En die, we lagen elkaar ook niet zo. En ik moest op een gegeven moment... Moest ik op de weg keren. Hm. En dan kwam een fietser aan. En ik dacht, nou, even inschatten. Ik denk, dat red ik nog wel. Dus ik geef even flink gas. En zk, ik draai die auto. Perfect. Kreeg ik een remingreep. Daar begon het mee. Toen moest ik bochtje achteruit rijden. Maar hij en zei... waar was het? In? Het was in Maastricht. In Maastricht? Ja. Oh. Dus ik ging achteruit rijden. Bij een soort hoek, weet je wel. Maar ik had dat nooit geleerd, gek genoeg. Dus ik ga achteruit rijden. En nou, dat ging prima. En op een gegeven moment merkte ik... Ja, ik denk, hij zegt maar geen stop. Dus ik ging over, over de stoep heen. Ineens zat ik in een rozenperk. Dus ik keek die man aan. Dus ik, nou ja, zal ik dan maar stop zeggen? Nou, dat, toen had hij ook een ingreep op een gegeven moment gegeven. En toen moest ik op een gegeven moment een soort helling oprijden. En toen moest ik terugschakelen van z'n drie naar z'n twee. Het was een beetje een nieuwe auto. Hij was net 2 dagen oud, dus dat ging even niet goed. Dus ik had... Dus dan ook nog zo kijken. En toen op een gegeven moment kreeg ik een remingreep. En toen zei hij, juffrouw Heuts, u bent het gevaar op de weg. Uitstappen. En ik moest uit die auto. En toen ging mijn rijinstructeur, die ging toen voorin zitten. En ik moest achterin als een soort klein kind. Ja, had ik mijn hoofd zo op de hoedenplank. En toen zat ik echt zo te lachen. Maar ook best wel een beetje... Ja, ik kreeg wel een bibberlip, want ik vond het niet fijn. Ik dacht, ik ben straks de enige die dus nooit de rijbewijs haalt. Nou ja, goed, ik heb het gehaald en ik rijd natuurlijk nu waanzinnig. Ja, dan rijden wij met je mee. Zij ze zelfverzekerd. Wil jij in de cabriolet rijden dan? Ja, dat vind ik leuk. Dan draaien we het om. Ja. Gaan we hier over de brug linksaf? Ja, ik ga weg. Nou, dan heb je ook een leuke open auto. Ja, dat moet ook een keer kunnen. Ik was toch al van plan te gaan zwemmen vandaag.